Natalia en Reva komen samen met hun klasgenoten aan in Utrecht. Ze wilden per se meelopen met de demonstratie. Al was dat nog niet zo makkelijk. Ze moesten eerst hun ouders en de school overtuigen om mee te mogen doen. We hebben posters gemaakt om onze directrice over te halen. En we hebben een brief gemaakt. We hebben heel veel spandoeken gemaakt. Met CO2 weg ermee, kap met kappen. Er is geen planeet B en zo. Dit is mijn eerste demonstratie en ik ben wel zenuwachtig. Ze hebben spandoeken bij zich en zijn net als veel anderen in het blauw gekleed. Zo willen ze met z'n allen water uitbeelden. Water dat Utrecht zogenaamd overstroomt. What do we want? When do we want it? Now. Are we gonna fight for it? Yes. Er zijn superveel bosbranden in Californië en een overstroming in Limburg. Dat komt omdat wij het verwoesten, mensen. En dat, ik vind dat dat echt moet stoppen nu. Natalia en Reva zijn echt niet de enige kinderen die vandaag meelopen. Volgens de organisatie doen er honderden kinderen mee. En die komen echt vanuit allerlei plekken in Nederland om hun stem te laten horen. Als er één iemand gaat protesteren, wordt er niet zo goed naar geluisterd. Dus als heel veel mensen dit gaan doen, dan wordt er meer aandacht aan gegeven. Laten zien aan iedereen, jong of oud, dat het klimaat superbelangrijk is. En dat we daar alles aan moeten doen. Recht! Onze toekomst is een recht! De regering is inmiddels bezig met het klimaatprobleem. Er komt miljarden aan extra geld om klimaatverandering tegen te gaan. Maar veel kinderen hier vinden het lang niet genoeg. Er zijn veel meer regels nodig, vinden ze. We willen ook aan de nieuwe regering laten zien dat ze veel moeten doen aan dit klimaat. Gewoon door minder vliegtuigen te vliegen. En minder auto's te gebruiken en ook minder vlees te eten bijvoorbeeld. Sommige jongeren hier zullen morgen misschien een beetje schoor zijn. What do we want? What do we want it? Ze hopen in elk geval dat politici hen weer hebben gehoord. Dat we dit kunnen laten horen aan iedereen van heel Nederland. En misschien zelfs de hele wereld, maar ik weet niet zeker. Misschien zien ze het wel. Ja.